Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Meneer de eerste minister, welkom in Turnhout. Wat brengt u naar Turnhout vandaag? Wel, ik ben uitgenodigd door Unizo Groot Turnhout voor een nieuwjaarsreceptie. Hier wordt heel veel volk verwacht, ik ben blij. We moeten het hebben over dynamiek in de samenleving. Mensen die willen werken, die willen investeren, die welvaart creëren. Ik was bij de regeringsverklaring van uw kabinet, om het zo te noemen. Het is goed leven in Vlaanderen. Is het nog altijd goed leven in Vlaanderen, ondanks de voorbije dagen en ondanks de voorbije week? Het is nog altijd goed leven. We hebben natuurlijk beangstigende factoren. De Koude Oorlog is terug, Oekraïne, Rusland. We hebben terrorisme, jihadisme, waar we plots heel dichtbij mee geconfronteerd worden. Maar... we hebben budgetaire problemen, economisch problemen, maar onze welvaart is hoog. We moeten dat ook houden. En jammer helpt niet, we moeten de handen uit de mouwen steken. Er moet gewerkt worden, geïnvesteerd worden, nieuwe bedrijven oprichten. We moeten concurrentieel worden, de loonkost moet naar beneden. En we moeten vooral ook nieuwe technologieën ontwikkelen, investeren in onderzoek en ontwikkeling. En daar onze kleine en middelgrote ondernemingen kunnen bij betrekken. Nog één klein vraagje over die radicalisering. Ook Turnhout kent één Syriëstrijder of twee Syriëstrijders. Hoe moeten wij daar als bevolking op reageren of een houding aangeven? Ja, als het echt gaat over mensen die een gevaar vormen, is dat niet meer een zaak van de bevolking, tenzij men bepaalde zaken moet signaleren. Dat is een zaak van de veiligheid, van de staatsveiligheid, van politie, van parket, van justitie. En er moet opgetreden worden. Mensen die echt gevaar vormen, er zal ook wetgeving komen nu, om zulke zaken strafbaar te maken, om paspoorten, identiteitskaarten af te kunnen nemen. Het is echt wel nodig dat je tegen dat soort mensen, dat onze rechtsorde, onze rechten en vrijheden verwerpt, aanvalt, dat je daar zeer doortastend tegen optreedt. Algemeen natuurlijk kan de bevolking wel bijdragen aan een goed klimaat, zorgen dat er een inclusieve samenleving is, zorgen dat iedereen zich bewust is van die rechten en vrijheden die we hebben en hoe belangrijk die zijn. Het recht van vrije meningsuiting voor de pers, voor journalisten, maar ook het recht van vereniging. Het recht om zijn eigen levensbeschouwing te beleiden en zo, dat is heel belangrijk. En dat men, als er radicalisering ontstaat, dat men die probeert te detecteren, probeert te signaleren aan professionele hulpverleners, zo niet eventueel aan het gerecht. We zijn hier op een bijeenkomst van Unizo. Ondernemen is zeer belangrijk. De middenstand klaagt altijd. We hebben in Turnhout een perceptie dat het niet goed gaat. Er was gisteren een studie van de provincie over de cijfers in Turnhout die wel redelijk positief zijn. Maar toch is het de perceptie, centrum vlucht, alle grote bedrijven gaan naar buiten het centrum. Wat kan een beleid vanuit Vlaanderen daaraan doen? Wel, een aantal harde sociaal-economische hefbomen zitten nog altijd federaal. Denk aan fiscaliteit, denk aan loonkost. Maar wij gaan zeer gerichte maatregelen. Onder andere bijvoorbeeld met betrekking tot de stadsvlucht gaan we ruimtelijk instrument ontwikkelen waardoor steden winkelkernen echt kunnen creëren met een ruimtelijk plan. Winkelarme gebieden kunnen maken ook. Wij gaan zeer sterk investeren voor KMO's met win-win lening, met het participatiefonds, met verbetering van de regeling bij onteigening, waardoor een bedrijf niet meer helemaal moet gesloten zijn vooral het in aanmerking komt om steun te krijgen, met betere faillissementsondersteuning, met een reeks maatregelen gericht op KMO's. We gaan ook zorgen dat de loonkost verlaagt. Heel specifiek in de Antwerpse Kempen, Turnhout, wordt erkend als een wat we noemen ontwrichte zone. Helaas omdat er zoveel sluitingen zijn. Maar dat betekent dat zij eind deze winter rond zijn. Wij hebben de erkenning gedaan als Vlaanderen en federaal moet dan de maatregelen nemen in zaken loonkost. Dat betekent dat je voor een aantal investeringen, bij aanwerving ook van personeel, dat je tot 25% korting krijgt op de bedrijfsvoorheffing. Dat komt toch neer op ongeveer 5% van de loonkost. Bovenop de maatregelen die federaal zal nemen met betrekking tot de loonkost. Bovenop de maatregelen die wij nemen, Vlaanderen, met het doelgroepenbeleid dat we zullen focussen op wel bepaalde categorieën. Dus we gaan met de overheden in moeilijke budgettaire tijden, want je moet budgetten in evenwicht brengen en tegelijk geld in de economie brengen, gaan we zeer gerichte inspanningen doen. Maar tegelijk moet er ook enthousiasme zijn bij de mensen, niet bij de pakken blijven zitten, geloven in de toekomst. En heeft Vlaanderen daar buiten de steunmaatregelen ook middelen voor over? Ik bedoel, kan het u op de man afvragen, krijgen wij als armste centrumstad centrum van Vlaanderen? Wel,
Krijgen is misschien een verkeerd woord. Eerlijk gezegd, inderdaad. Wij gaan dus die maatregelen die ik geschetst heb ook enorm investeren in onderzoek en ontwikkeling. Specifiek gericht op KMO's. Daarvoor zal geld vrijgemaakt worden. Daarvoor brengen we ons budget er even om te kunnen investeren. Wat de steden betreft, een stad als Turnhout bijvoorbeeld, zal meer bevoegdheden krijgen. Met die bevoegdheden zal een overdracht gepaard gaan van mensen, van middelen ook. We gaan niet doen alsof jullie meer bevoegdheden krijgen in de stad en dan allemaal het maar moeten uitzoeken. Nee, dit zal geregeld worden onder leiding van Lisbeth Holmans. Dan zijn we nu in gesprek met de steden. Steden boven de 25.000 inwoners gaan meer bevoegdheden krijgen. Ook veel minder gecontroleerd worden door Vlaanderen. Minder betutteld worden, meer autonomie krijgen. Een voorbeeldje uit de praktijk. We hebben in Turnhout twee grote bouwprojecten, Turnova en Le Bon. Le Bon is ook van privéondernemers. En de stad, we hadden de toestemming van minister Muiters, denk ik, om een bepaald project te beginnen. En toch gaat de stad klachten indienen bij de Raad van State. Is dat wel een constructief verhaal of een creatief verhaal, zoals er in uw regeringsverklaring stond, om als stad dan in te gaan tegen Vlaanderen? Dat is een beetje moeilijk voor mij om daarop te antwoorden. Als ik het dossier niet ken, ik ben jurist van opleiding. Ik spreek me meestal alleen maar uit als ik de zaken goed heb kunnen doornemen. Dus dat is delicaat. Er is een autonomie. Ik kan niet beoordelen wat de gronden zijn. Ik ga er ook geen uitspraken over doen. Stad is een rechtspersoon, mag beroep aantekenen. Maar ik ken de discussie niet, dus laat me toe om daar verder geen uitspraken over te doen. Het standpunt van Vlaanderen is toch om lokaal ondernemerschap te stimuleren? Want u komt vandaag ook misschien met lokale ondernemers bekronen of even in het daglicht stellen. Dus ondernemerschap is toch een beetje de basis van een regio in bloei? Ja, maar absoluut. Dat herhaal ik. We gaan daar sterk voor. We willen ondernemen bevorderen, stimuleren. Ook. Wij zijn geen West-Vlamingen, hè? Wij zijn niet zo doortastend. Er zijn gelijkenissen met West-Vlaanderen. Ook wij in West-Vlaanderen leven van de maakindustrie. Ook wij lijden onder de concurrentiekrachthandicap die er is. Ook wij hebben heel veel familiale ondernemingen, veel KMO's, wat ook hier het geval is. En we hebben inderdaad de mentaliteit kop in kas. Een faillissement. Sanderdaags worden er twee nieuwe bedrijven opgericht. En die heel vele kleine, middelgrote ondernemingen zorgen voor een enorme toegevoegde waarde. Voor grote tewerkstelling, voor grote welvaart. En dus ik hoop dat we ons een beetje aan elkaar kunnen spiegelen, toch? Middenstanders, misschien een boutade, middenstanders klagen altijd. Welk advies kan u als eerste minister geven aan mensen die het niet meer zo zien zitten, ondanks dat het goed leven is in Vlaanderen, dat het goed leven is in Turnhout? Wel, mijn raad is: verlies vooral je enthousiasme niet. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Dan sterf je een eerste keer. Zoals je weet, heeft de bekende filosoof het ooit gezegd: wie zijn enthousiasme verliest, die sterft een eerste keer. Doe dat niet. Onderneem, neem initiatieven. We staan voor grote nieuwe stappen in de technologie. Wij komen van de stoommachine over de elektrische band van Ford destijds in Amerika. Computergestuurde machine naar Internet of Things. 3D-printing, nieuwe technologieën. Enorme sprongen voorwaarts kunnen we maken. We hebben in Vlaanderen echt grote, goede onderzoekscentra. Het is ook zaak dat we de KMO's daartoe brengen. Dat we onze klassieke maakindustrie kunnen moderniseren. Er zijn veel troeven. Het vergt natuurlijk inspanningen. Het vergt ondernemingszin. Het vergt risico's nemen. Maar wie dat doet, die kan slagen. Oké, maar we zitten hier een beetje in een uithoek. Hè? West-Vlaanderen heeft dat vroeger ook wat gekend. Vroeger kregen we Europese steun. Mogen wij een beroep doen op... Of mag ik als bewoner van Turnhout een beroep doen op de Vlaamse regering om ons te helpen? Wel, er zijn de algemene maatregelen die gelden ook voor Turnhout, voor de Kempen. En daarbovenop, ik zei het, hebben wij twee zones erkend die in aanmerking komen voor die korting 25% op de bedrijfsvoorheffing. Wat neerkomt op een loonkostkorting van 5%, wat veel is. Dat is Limburg en dat is een zone, een straal van 40 kilometer rond Turnhout, zeg maar, de Antwerpse Kempen. Dus dat is toch een bijzondere inspanning. Specifiek omdat heel de streek het hier zo lastig heeft. Ontbreekt het ons aan toppolitici? Want West-Vlaanderen is zeer goed vertegenwoordigd. En ik weet, de enige toppolitici dat we hebben is Chris van Dijk. Een partijgenoot van u, ik zal het maar zeggen. Ontbreekt het ons aan vertegenwoordiging op jullie niveau? Dat denk ik niet. Je kunt natuurlijk zeggen, het is mooi als iemand uit de streek minister is of federaal of Vlaams. Want het kan wel wat veranderen. Hè? Ik denk aan Mechelen, ik denk ook aan uw eigen regio. Het kan wel wat veranderen. Maar een minister is er niet om zijn streek te bevorderen. Er zijn algemene regels, ik pas die correct toe. Ik vind dat je rechtvaardig moet besturen.
We nemen algemene maatregelen voor heel Vlaanderen. En dan, en ik ben niet van de streek, nemen we maatregelen hier voor Turnhout en omgeving, voor Limburg. Omdat je ziet, daar zijn de noden het grootst. Daar zijn heel veel sluitingen geweest, grote sluitingen. En dan moet je kunnen optreden. Onze regio is niet onbekend bij u? Absoluut niet. Ik zie dat ik een beetje ver van hier woon, dat ik de streek geen warm hart zou toedragen. Het omgekeerde is waar. Dan ga ik u hartelijk bedanken voor uw komst naar Turnhout en dan hoop ik in de toekomst een beroep te kunnen doen op u. Hartelijk bedankt. Bink TV. Internettelevisie op zijn Turnhouts. Just Bink It. Just Blink It.